Gefeliciteerd allemaal. Hartelijk welkom voor de derde keer. Veiling houden voor de vierde keer alweer. We hebben daar de haan. Daar hebben we nummer 1 op. Prachtige kleuren. 10 euro. 10 euro is geworden. 12 euro. Nu. Eenmaal allemaal. Niemand 12 euro over dit prachtige zeeschilderij. 10 euro vis. Albert. Dan weer twee prachtige banners die overduidelijk iets met vuurwerk. Wat gebeurt er met de opbrengst? De opbrengst gaat naar de Oekraïne. Dus iemand heeft die zijn been die daar naar te huizen gaat en spulletjes opknapt, gasleidingen aanlegt en allerlei van dat soort dingen. Voor de armste in de Oekraïne. Hij gaat er persoonlijk naartoe, dus we weten zeker dat het daar terecht komt. Om hoeveel kunstenaars gaat het die werk hebben gegeven? Het zijn een stuk of 50 werken en iedere cursist heeft er wel één gemaakt. Eén of twee. Maar heel veel mensen willen hun eigen doek niet kwijt, dus hebben ze er een rode stip op gedaan. Maar ze hebben hem wel gekocht. We hebben ze bij de kringloop gehaald. We maken altijd van niets iets. Ja. Vorig jaar de torso's. Weet u vast nog wel. En het jaar daarvoor de potten en de schalen. En het jaar daarvoor de stoel. Allemaal klaar voor de kringloop of voor het opbouwen. Ik zag er hier nog een staan trouwens. Ja, klopt. Af en toe staat er nog ergens eentje. Een stoel of een torso. Ja. Dit begint ondertussen een traditie te worden. Gaat u ermee verder? Ik denk het wel. Het is ook altijd gewoon een beetje een eindjaarsfeestje. Het seizoen is afgelopen bijna. En dan gaan we straks in januari weer beginnen. En dan heb ik een klein receptje. Iedereen maakt een makkelijk lekkers. Neemt wat mee, wat hapjes, drankjes. Dus ja. Op die manier. Maar het zou leuk zijn voor die meneer als we een leuke opbrengst hebben.